leeft een Hollander en dit is Maarten Bouwmeester. We beginnen met het binnenlandse nieuws. Op het vliegveld van Rotterdam is gisteren een privévliegtuig neergestort. Vermoedelijk was de piloot te onervaren. Ook is er een alcoholcontrole bij hem afgenomen. Vanmiddag om 2 uur is bij Rotterdam Airport een vliegtuig neergestort. Nadat het vliegtuig was neergestort, heeft de politie het bloed van de piloot van het vliegtuig onderzocht. Hieruit bleek dat hij onder invloed van alcohol was. Mijn collega Rabia Dogan was daar en heeft een verslag uitgebracht. Daar gaan we nu naar kijken. Live met mevrouw Vos, de eigenaresse van het landgoed waar het ongeluk is gebeurd. Mevrouw Vos, hoe zag u het ongeluk? Nou, Fred die was de konijnen aan het voeren en toen kwam hij buiten en toen hoorde hij een geknal en geboem. En toen lag er opeens een vliegtuig. Hoe reageerde u erop? Vreselijk, ik heb meteen de politie gebeld. Mevrouw, wat is er allemaal gebeurd? Nou, dit is mijn zusje en zij was op huwelijksreis met onze familie naar Engeland. En op een gegeven moment begon het vliegtuig verschrikkelijk te schudden. En de piloot zei dat we een noodlanding moesten maken. En voor we het wisten was een enorme knal. En toen ineens was alles donker. En ja, we zijn heel veel familieleden kwijtgeraakt. Dus het is echt verschrikkelijk. 13 personen zijn bij de ramp overleden. Ook met het treinverkeer gaat het niet zo best. De wens van de overheid om meer mensen de trein in te krijgen en zo de kosten van het fileleed te verkleinen levert nog weinig op. De slechte prestaties van de NS zijn hier de schuld van. Wat vindt u ervan dat de overheid steeds meer mensen wil overhalen om met de trein te gaan? Ja, dat vind ik natuurlijk heel goed en dat is ook een stuk beter voor het milieu en er komen natuurlijk minder files op de weg. Ja, dat is wel een stuk beter. Wat vindt u dan van de ongelukken die er met de trein gebeuren? Ja, dat vind ik natuurlijk wel vreselijk, maar je kan er ook niet altijd wat aan doen. En ja, zulke dingen gebeuren nou eenmaal. Heeft de NS daar dan ook schuld aan, vindt u? Nee, want die ongelukken die kunnen net zo goed met een auto of met een vliegtuig gebeuren. Dus ja, en we kunnen het weer natuurlijk niet bepalen. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Tuurlijk. Wat vindt u ervan dat de overheid steeds meer mensen wil overhalen om met de trein te reizen? Ik vind het een goed idee, maar ik ben er niet voor. Hoezo dan niet? Er is veel vertraging en er gebeuren veel ongelukken die ook weer vertraging veroorzaken. Wat vindt u dan van het grote ongeluk? Je moet eerst... Over naar het nieuws van het buitenland. Het Japanse leger blijkt al enkele weken trainingsmissies boven de oceaan uit te voeren. Het oplopende conflict met China over een eilandgroep kan hiervoor de aanleiding zijn geweest. Nu naar iets heel anders. De nieuwste robot. In Delft is vorige week een nieuw type robot gepresenteerd. Deze robot kan zingen, dansen en mp3'tjes afspelen.
Betekent dit het einde van de Nederlandse muziek? Afgelopen week is er een nieuwe robot uitgevonden in de VU te Delft. Maar zoals u ziet, moeten er nog heel wat dingen verbeterd worden. Zo'n coördinatie bijvoorbeeld. Goedenavond, meneer Franka Freek. Goedenavond. Mag ik u vragen waarom u deze robot hebt bedacht? Dat mag je zeker. Ik heb hem bedacht omdat het feudalistisch onverantwoordelijk voor mij zou geweest als ik mijn hersens niet tot uiting zou hebben gebracht naar deze prachtige, prachtige apparaat. Om een goede indruk over de robot te krijgen, hebben we ook mensen uit het dagelijks leven naar hun mening gevraagd. Zo hier, meneer en mevrouw de Boer. Mag ik u naar uw mening vragen? Ja. Wat vindt u van de robot? Nou, ik vind het echt een geweldig onderwerp. Echt, ik vind het zo mooi. Goed zo, lieverd. Ja. Ja, echt hè? Ja, nou, kijk. Ik vind het echt helemaal geweldig. Helemaal gelijk. Ja, en Koen, hoe zit het met het weer? Hey. Hallo, we staan hier in Hilversum. Het is vandaag een koude dag, veel bewolking. Veel wind, gevoeld temperatuur volgens mij onder de nul. Het is erg koud hier. Maar morgen wordt het een betere dag. Veel zon, soms af en toe een klein briesje. Maar een mooie dag. Dit was Koen van Kamen met het weerbericht. Fijne dag nog verder. Dit was Journaal. We wensen u nog een prettige avond.